gisteren niet, dus... Oké, is goed. Ja. En dan rieden we dan via Aasrooy zo Boekel naar Bezel, dan kunnen ze dat ver pakken. Ja, is goed. En dan bleef ik aan deze kant en dan kon ik ze weer drukken. Ja, dat is goed. Ja? Jo. Oké. Ja. Is het tempo goed? Ja, ik kan het wel helpen, maar niet goed.
ja, voor niks om dat erop doen. Ah. Ik vergoot eerlijk je auto zitten. Oh. Heb ik ook wel eens last van. Thank you.
Oh. Dus ik weet niet wat ze aan hebben staan. Ze mogen gewoon leeg hebben staan of niet? Normaal leeg. Normaal? Ja. Nou, ik denk dat het nog een keer afgesteld wordt weer. Oh. Met de quattro, ja. Is dan slaan ik altijd rechtsaf en dan maak ik een draai, zeg maar, dat ik aan de andere kant weer op het fietspad kom. Oké. Okay. Dit is wat ik bedoel. Oh, de sluis rechtsaf met een stukje oever op wat? Nee, ja, normaal gesproken steek ze oever dan. Ja. Maar dan holen ze heel druk de bocht niet met een quattro. Ja. Dus wat ik altijd doe, is ik sla gewoon met de rotonde met het fietspad rechts. Mm-hmm. En dan zet ik de knipper naar links uit en dan ga ik aan de andere kant weer de fietspad op. Oké. Okay. Kun je dat laten zien met die fiets? Ja. Oké. Okay. Dan moet ik toch rechts af, maar ik laat het even zien dan. Oké. Ja, kei goed! Nu hebben ze het allebei meteen metgemaakt. Ja, dat zeker, ja. Dus door omrijden zo en dan hier zo rond. Ja. Want die bochten die kussen niet. Nee.
Ja? Ja, dat heb ik nog nooit zo gezien. Oké, okay, ja. Wat denk je, wat moet je die hoger doen, Chris? Die lampen, ja? Je kunt ze zo doen. Doe het leeg eens aan. Is aan, ik zal hem even op vuil zetten dan. Tot dan te vuil. Ja, dit is goed. En dit ook? Zie ze binnen niet, hè? Nee, die wel, die niet. Ah, dus ja, de linker is er gemist met hen ofzo? Nee, ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze. Hier zit al zo'n ding voor dat af te stellen. Dat de machine gaat te hoog gestangen heeft ofzo. Alleen de linker, zeg maar. Ja. Oké, okay, je zag toen ze zeggen, kijk je dan nog. Ja, moest een keer op een moer richten ofzo. Ja, net zoals bij auto's, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Rijden we nu terug richting Bezel? Is goed, ja. Even foto maken, een oranje tour. Yay! Chris, vindt het goed als die op YouTube zet? Vindt het goed als ik die op YouTube zet? Ja. Oké. Goed.
is eigenlijk een groot stuk van de trucweg van de oliebollentocht. Echt hoor? Ja. Oh, cool. Dat is al veel breed. Ja. Ja.
We zien ons. Ja, goed. Dat zijn dat auto's. Voor je red truc. Heb je geld voor het veer? Ja. Ik moet even een goed tas pakken, want ik heb voor Desi hier door. Dat was de vuur dadelijk naar links. Oké. Okay. Ja, en dan gewoon door op liever rijden. Ja, dat is goed. En dan kun je vanzelf weer. En dan als het veer afkomt, dan de kleinste versnelling. Ja. Want het geeft. Ja, komt goed. Hoi dan. Ja, dankjewel. Net zo fietsen. Net zoals voor jullie. Hoi hoi. Moeten jullie ook trappen? Ja. Even stoppen hier hoor.
cent alsjeblieft. 90 cent? Ja. Een euro, ja? Jo. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Mm-hmm. Hallo.